Wij moeten met z'n allen eraan werken om het fenomeen van moederschap te laten slagen. Vooral vaders moeten daartoe aangemoedigd worden. Dat zei Jennifer Vreedzaam, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs inzake de ontwerpwet Bescherming Moederschap. Het parlement is gisteren in tweede ronde ingegaan op de wetsontwerp. Vreedzaam gaf verder aan dat mannen moeten gaan nadenken of zij nog op de tweede plaats willen blijven. We kunnen niet alles, alle dwingende maatregelen zo opnemen in de wet. Maar we kunnen wel een nadenken over de rol die de vader moet gaan vervullen binnen die periode van die cruciale 3 maanden, 4 maanden van de vrouw. En de hulp die ze daarbij nodig heeft. En de vraag die wordt gesteld, voorzitter, en ook in de schorsing, is hoe effectief de besteding van de verlofdagen moet zijn geregeld, of hoe effectief de besteding van de verlofdagen van de vaderschapsverlof geregeld moet zijn in de wet. Omdat wij hebben gezien dat in de wet is opgenomen in artikel 4, in artikel 4 dat regelt de vaderschapsverlof, dat in totaal de verlofdagen van de vader op 11 dagen komt. De commissievoorzitter gaf aan dat is voorgesteld dat vaders vanaf de dag van bevalling 8 dagen betaald vaderschapsverlof krijgen. Commissielid Patricia Etnel ging in op de controle en handhaving van de wet. Zij vroeg zich af of de afdeling arbeidsinspectie hiervoor equipped is. Omdat we die wet maken voor ieder, voor iedere Surinamer. En iedere Surinamer moet met deze wet kunnen werken. Dus als ik kijk naar de groep en natuurlijk de vrouwen, dan is het wel heel erg belangrijk dat we weten hoe we ervoor zorgen dat we die bescherming toch wel goed zullen doen. Omdat ik toch wel al een paar scenario's zie wanneer zaken niet goed zouden gaan. En de mensen naar arbeidsinspectie komen met de klachten. En de vraag natuurlijk is, we zitten al tenminste vanaf 2015, zitten we met de vraag of alles een beetje goed gaat bij arbeidsinspectie. Zijn de arbeidsinspecteurs reeds aangevuld? Dus hebben we meer arbeidsinspecteurs? Want bij iedere wet, als het gaat om arbeid, dan zien we dat de arbeidsinspectie meer werk krijgt. Dus het is heel erg belangrijk dat we dat stuk meenemen. Parlementariër Patricia Etnel gisteren bij de behandeling van de wet Bescherming Moederschap.